Ik ben Sandra Wassink, ik woon in Nijkerkerveen en ik ben eerste geworden in het Run 033 circuit in 2019. Oorspronkelijk ben ik begonnen toen ik jong was met wedstrijdzwemmen. En toen ik 17 was verhuisde ik naar Frankrijk in een gastgezin. En al vrij snel op school met gymles bleek dat ik aardig kon lopen. Ik ben toen in het hardloopteam van de school gaan lopen. Ik ben toen zelfs 13 op de Franse kampioenschappen geworden. Met crosslopen. En mijn zwemtrainer was triatleet. En die zei, als jij en kan zwemmen en kan hardlopen, gaan wij een keer een triathlon doen. Dus toen ben ik begonnen met triathlon. En dat doe ik eigenlijk nog steeds. En ik train eigenlijk elk onderdeel wel 2-3 keer in de week. Ik ben tweevoudig Nederlands kampioen cross triathlon. En ik heb me ook heel lang gespecialiseerd in halve triathlons. En ik ben 4 maal tweede geworden op de halve triathlon op het NK. We zijn nu in Voorthuizen op de plek Zeumeren. En Zeumeren is een mooie plas met water waar je heerlijk kunt zwemmen. En ik ben hier in de zomer eigenlijk altijd maar 2 keer in de week om buiten te zwemmen. Naast alle zwembadtrainingen die ik doe. En dit jaar met de corona dachten we van ja, die zwembaden gaan misschien wel weer sluiten. Inmiddels zitten we in januari en zwem ik nog steeds buiten. Zo'n 3 keer in de week, soms zelfs 4 keer. Het water is nu 5 graden. In het dagelijks leven ben ik juf op de basisschool, op de parkschool in Amersfoort. Ik ben daar leerkracht van groep 2 en groep 3. Ik en mijn man hebben een bedrijf in borstkrabcursussen. Dat is TriSupport. En wij geven die cursussen in Zeist en in Nijkerk. En op dit moment hebben we 190 atleten bij ons zwemmen. En wij leren de borstkrab aan in hele kleine stapjes. Dus echt mensen die helemaal geen borstkrab kunnen, beginnen bij ons met eerst ademhalen, drijven, hoe lig je in het water. Dus heel laagdrempelig. En de meest gevorderde cursus is echt een zware training. Die ik zelf ook wel eens meedoe. De leukste loop in de regio vind ik denk ik de bergcross. En dan vooral omdat het lekker buiten is. Ik vind het leuk als er blubber is. En gewoon lekker rennen door de bossen. Nou, ik ben in 2018 januari na de kerstvakantie ben ik letterlijk in elkaar gestort. En het was even zoeken naar wat er precies aan de hand was. Ik voelde me al wel een tijdje dat ik niet goed sliep en moeilijk de dag begon. En al vrij snel na allerlei onderzoeken bleek dat ik een burn-out en ook een ernstige depressie had. Ik ben daarvoor behandeld geweest op Papendal. En dat traject heeft ik denk al echt 1,5 jaar geduurd. Het moeilijkste aan dat hele traject was dat ik, omdat ik zoveel sportte, een adrenalineverslaving had. En om echt weer fit te kunnen gaan sporten, moet je eerst van je verslaving af. Dus ik werd op nul gezet, ik mocht niet meer sporten. En dat is een hele zware periode geweest, omdat je altijd sportte. Sporten was, je stond er niet op, je ging ermee naar bed. En ineens moest je het gaan zoeken in andere dingen dan de sport. En dat is best heel zwaar geweest. Ik heb het ook niet heel lang volgehouden. Ik begon al wel vrij snel weer toch wel een kwartiertje dan even te bewegen. Omdat je in een kwartiertje nog geen adrenaline aanmaakt, was dat dan oké. En toen ik er helemaal vanaf was, zou ik maar zeggen dat je weer langzaam mocht beginnen. Ja, begin je weer helemaal bij nul. En inmiddels ben ik zover dat ik... eigenlijk ik sport elke dag bijna, af en toe een rustdag. En ik kan ook heel makkelijk nu zeggen van nou, vandaag sport ik even niet. Of ik heb een half uurtje gezwommen en ik vind het ook wel prima. Terwijl vroeger trainde ik echt wel op schema's en dan wilde ik per se dat schema volgen. En dat heb ik nu niet meer. Ik sport nu puur omdat ik het leuk vind en omdat ik ervan geniet.